Ik ben Loes Speet, ambi-student, manager van het brand Unmute. En we zijn nu bezig met een project genaamd Triptiek. Unmute bestaat uit drie groepen studenten van het Amfi. Managers, branders en designers. En in totaal zijn we met een groep van 30 man. Er is te veel verspilling van materialen in de modewereld. En wij willen als merk Unmute dat probleem oplossen. Door middel van materialen te hergebruiken en daar onze stoffen van te creëren. Ja, het probleem is eigenlijk heel groot vanwege bijvoorbeeld een Primark, een Zara of een H&M waar hun verkoopprijs heel goedkoop is. Dus mensen blijven kopen en daardoor gooien ze het product ook snel weg omdat het slechte kwaliteit is. Dus in de derde wereldlanden komen dat soort producten allemaal op een stapel waar niks mee wordt gedaan. En eigenlijk moeten die producten ook weer hergebruikt worden waar wij dus voor zijn. Er zijn al veel initiatieven qua duurzaamheid, alleen zijn ze te duur vergeleken met de Zara of de H&M, waardoor mensen gewoon sneller naar die winkels gaan in plaats van de duurzame kledingcollecties. Hoe gaan we proberen om het niet een geitenwolle sokken imago te hebben, is door middel van ons concept. We hebben er heel erg over nagedacht. En natuurlijk designers genomen van nu, dus onze leeftijd van 20 tot 30 jaar. En daardoor is gewoon ons collectie meer streetstijl en van nu in plaats van de geitenwolle sokken imago. Ik denk dat in de toekomst, zeg maar, van nu tot 5 jaar niet veel gaat veranderen, omdat mensen nog niet echt de mindset hebben ervan. Maar over 10, 20 jaar dat mensen het normaler gaan vinden en dat ze dus wel duurzame producten gaan kopen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat modeontwerpers aandacht besteden aan duurzaamheid, omdat gewoon de modewereld is een soort van voorbeeldfunctie voor heel veel andere markten. En als wij het doen, misschien doet de rest het dan ook.